Voel je goed? Ik voel me goed. Jij bent gewend aan voor de camera te zitten. Nee! Nee? Nee, laat me zo zeggen, ik ben wel gewend, maar het is toch altijd weer even zenuwachtig. Ik ben Geert Benting, superhelder van social media. Heb ik vandaag... Eerst wel Assagnij. Meneer Assagnij. Nee, kijk, dit gaat al verkeerd. Dit gaat verkeerd, hè? Wie heb ik, meneer? Meneer Assagnij. Meneer Assagnij. Kijk, perfect. Ja, toch? Ja, dat is hem. Hé, hey, ik zit hier vandaag in een school, in een klaslokaal. Ja, het Rotterdam Design College. Waar kunnen we jou 's nachts voor wakker maken? Oh, voor mijn leerlingen. Voor je leerlingen? Ja. Ja, echt waar. Echt? En nee, echt serieus. Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb die afspraak ook met mijn leerlingen. Ze mogen me... Als er iets is? Als er echt iets, mogen ze me altijd benaderen. Bellen en noem maar op. En dan kom je eraan. Ja. Maar moet het wel echt iets belangrijks zijn. Niet, hé meneer... Mijn internet doet het niet, nee. Waarom doe je eigenlijk zoveel op social media? Ik denk dat social media een van de mooiste platformen is om... Ja, hoe zeg je dat? Om mensen te bereiken. Het is sowieso vandaag de dag heel lastig om mensen... Hoe zeg je dat? Persoonlijk te ontmoeten. Super lastig. Dus social media, iedereen zit erop. Iedereen maakt er gebruik van. Dus dan kun je eigenlijk door middel van je verhalen... Want dat is wat ik eigenlijk doe. Ik deel mijn verhalen, wat ik meemaak in mijn leven, in het onderwijs. En dat deel ik dan en dan weet ik dat dat weer bepaalde mensen bereikt. Maar kom je daardoor ook juist in contact met andere mensen? Of is het gewoon echt op afstand? Nee. Ik vind het een... Weet je, dat is je eerste stap die je zet. Dus je deelt via social media iets. Mensen ontvangen het. En dan uiteindelijk ga je mensen ook wat beter leren kennen. Dat vind ik wel belangrijk. Want ik ben nog wel van de oude stempel, om maar zo te zeggen. Hoe jong ik ook ben. Ik hou wel van het uiteindelijk persoonlijke contact hebben met iemand. Dus ik moet niet iemand alleen via Facebook kennen of via LinkedIn of waar dan ook, nee. Waar zit jij normaal gesproken een beetje op? Ik moet eerlijk zeggen dat LinkedIn is in de afgelopen tijd enorm gegroeid. Ja? En dat is ook wel mijn meest favoriete kanaal. Ik weet nog dat ik ooit LinkedIn had aangemaakt, maar ik deed er niets mee. Ik snapte er ook niets van. Okay. Dus ik dacht, dat doe ik wel later. En toen had ik eigenlijk mijn LinkedIn verwijderd. En jaren later of zo, ik denk nu dat ik hem 1,5 jaar gebruik, denk ik, zoiets. Of max, ja, max 2 jaar. En toen dacht ik, laat hem weer aanmaken. En toen had ik er gebruik van gemaakt. En mijn eerste video die ik had gedeeld, vergeet ik nu, het was een video. Waarin ik super enthousiast was over een leerling van me die een voldoende had gehaald voor een toets van Engels. En constant zei ze, meneer, ik ga het niet halen, meneer, het is super moeilijk, meneer, ik ga het niet halen. En toen zei ik... Je gaat het echt halen. Ik bleef haar motiveren, stimuleren en eigenlijk in laten zien van je kan het wel. En toen had ze het gehaald en ze stuurde mij een berichtje. Meneer, ik heb het gehaald. Ik was op mijn scooter, ik stopte met rijden. Super enthousiast. Filmpje opgenomen van ik heb met dat verhaal. En dat plaatste ik online en dat ging super snel en hard. Je zegt, ik snapte er niks van, ik heb het verwijderd. Snap je het nu dan wel? LinkedIn? Ja, nu wel. En wat snap je dan? Wat is het volgens jou? LinkedIn is eigenlijk voor mij een middel om in contact te komen met andere mensen. Want je bereikt zoveel mensen vanuit alle uithoeken in Nederland. En je ziet dat daar een hele verbindende rol is. Je deelt iets en het is niet alleen dat mensen een like-knop geven, wat dan ook, maar je ziet ook echt daadwerkelijk dat je mensen raakt, je inspireert mensen, je geeft iets mee. Op een gegeven moment word je geconnect door mensen waarvan je nooit had gedacht, hey, die zou ik ooit kennen. En dan krijg je ook persoonlijke berichten. Dus het werkt zo verbindend, LinkedIn, dat ik nu echt heb gezien van, als ik er gebruik van maak, dan is het, laat me zo zeggen, ik begrijp hoe het nu echt werkt. Het, is ja. Het heeft een verbindende rol. Ja. Mooi, hè? Je moet het wel echt uit je hart doen. Ja. Kijk, je moet niet, op het moment dat je LinkedIn echt alleen maar gaat gebruiken als middel om laten we zeggen, als marketing. Alleen dat en je staat er eigenlijk niet achter. Ja, dan ga je het heel lastig krijgen. Hoe oud zijn de leerlingen die je hebt? Jaartje of 12 tot 16 jaar. En er zijn een paar uitschieters. Snapchat is echt hun ding. Oké. Nog steeds? Ja, nog steeds. Oké. Maar tegenwoordig is ook een nieuwe app, TikTok erbij gekomen. Ik word helemaal gek van. Helemaal serieus. Ik heb dus kennelijk iets geleerd van een leerling vandaag. Dat hij op een gegeven moment zei, meneer, vang. En ik denk, wat moet ik vangen? En toen zei ze, kijk meneer. En dan gooit het zo, iemand doet zo. En doet die andere leerling. Echt waar, that's it. En dat komt dan van TikTok. Wat ze dan vaak doen in mijn les, dan is het van, yo meneer, kijk, dit is mijn docent, et cetera. En dan krijg ik op een gegeven moment, word ik herkend door andere leerlingen van andere scholen. Hé, dat is toch die... Omdat ze jou getiktokt hebben? Nee, gesnapchat hebben. Ah, ja. Of via Insta verhaal. Hé, dat is toch die meester van die en die. En dan hoor je allerlei namen voorbij komen van leerlingen. Dan denk ik, oh ja, dat ben ik. Hallo. Ja.
Meneer, ik wil graag van u les. Zeg ik, ik ben ook streng, hè? Nee, maar je lijkt superleuk. Dus nee, mijn leerlingen zitten op een hele andere niveau. Maar ja, dat past ook bij die doelgroep. Ja, maar personal branding doe je eigenlijk hartstikke goed. Ja. Als leraar. Meneer Hartje... Achsenij. Ja, yes, ik sta voor liefde, dus... Precies. Maar iedereen herkent je dus en wil bij je in de klas komen. Dus met jouw personal branding zitten we goed. Dus als je een of andere commerciële tijger was geweest, dan had je nu gewoon binnengelopen. Ja, dan wel, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Wat is nou het leukste wat jij hebt meegemaakt op social media? Op social media het leukste? Ja. En misschien zou ik vandaag dan iets kunnen delen. Van vandaag toevallig. Vond ik een hele leuke. Oh, maar dat brengt weer bij anderen. Het leukste, ik vind het moeilijk als... kiezen. Ja, want nou, kies er één. Ja, op een gegeven moment was er iemand die had mijn filmpje gedeeld en die zei letterlijk: stop met al die onzin, stop met al die mooie verhalen. Deze man spreekt uit zijn hart. Dit moet de minister van onderwijs zijn. Zoiets. Ik ben het nu even kwijt. Qua ja. Onder, ja, toch? Ik weet niet hoe het ministerie van onderwijs. Laten we daarop houden. Nee, dat vond ik echt een hele mooie. Dat had ik nooit zien aankomen. En dat vond ik echt een heel mooi gebaar. Ja, voor de rest en de berichten die je dan soms binnenkrijgt. Van, hey, jij inspireert mij om docent te worden. Jij motiveert mij om docent te worden. En dat zijn dan mensen die dan in een ander werkveld bezig zijn. Maar toch zoiets hebben van, hey, de manier waarop jij het overbrengt. Zo enthousiast, zo echt, zo oprecht. Dus dat zijn ook allerlei mooie berichten. Laat zien wie je bent. Je bent er voor je leerlingen. Ja. Inspireert eigenlijk andere mensen. En je inspireert ook nog andere mensen om misschien wel dit vak in te stappen. Ja. Dat is best veel. Denk je daar wel eens over na? De verhalen die ik deel, die deel ik ook vanuit een bepaalde urgentie. Omdat ik echt het gevoel heb, dit moet gezegd worden. En soms ben ik heel kritisch. Maar ik vind dat ook, je moet ook de mooie kanten belichten. En dat gebeurt soms te weinig, vind ik, binnen het onderwijs. Ben jij niet gewoon een pro geworden? Is dit niet ook gewoon een fase waar je als social media gebruiker, noem maar zo, ja. Social media gebruiker doorheen gaat van... Je komt wel op een bepaald punt, dat ben je nu, van het komt echt uit mij en ik ga het nu gewoon en dan gaat het goed. Ja. Zo, maar dat kan je in het begin niet, hè? Nee, in het begin niet. Maar in het begin gebeurde het, ja, hoe zeg je dat, was het niet echt, wat ga ik dan, ga ik dit plaatsen? Ja, is dit wel van toegevoegde waarde, zal ik dit wel plaatsen? Dus je gaat wel twijfelen aan je eigen post. En nu heb ik zoiets van, ik voel dit. Ja. Ik kan rekening houden met iedereen, maar ja, dan wordt het heel lastig. Dan ga ik nooit meer iets plaatsen, want ieder wil wat anders. Ik snap hem. Ja. Wat zou jij nou als tip kunnen meegeven aan de mensen die nu nog zitten te kijken? Met betrekking tot het gebruik van social media? Ja, je hebt het net over LinkedIn, daar ben je op bedreven. Ja, LinkedIn. Wat is nou voor jou de tip? Als mensen dat gaan doen, daar hebben ze echt wel aan. Schrijf uit je hart. Echt, als je een video wil opnemen, spreek uit je hart. Maak fouten. Is niet erg. Weet je, soms zie je van die gelikte video's waarvan ik denk... Ja, daar heb je heel lang over gedaan. Sommige kunnen ook in één keer goed gaan, hoor. Maar dan denk ik, als je een fout maakt en je verspreekt jezelf, prachtig. Laat dat zien, want dat maakt jou menselijk. Dat laat ook zien dat jij ook kwetsbaar kan zijn. En ik geloof oprecht in het feit dat kwetsbaarheid verbindt. Dus laat dat ook gewoon zien. Laat mensen zien van, hey, ik zit er ook soms doorheen. Ik heb dat pas geleden gedeeld bijvoorbeeld over mijn kaalheid, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat ik gewoon eerlijk zei van, ik werd eigenlijk geïnspireerd door Dunia, een makroer. Ja. Of Makor. Ja, Makor. Ja. Ja, kijk, zie je? Het kan ook zijn dat ik het fout heb. Nee, volgens mij heb ik het fout. Nee, zij deelde op een gegeven moment over kwetsbaarheid, authenticiteit, echtheid. En toen dacht ik, ja, waar ben jij eigenlijk zeker? Weet je, waar ben of was jij onzeker over? En toen kwam ik bij het punt, ik was in het begin echt onzeker over mijn kaalheid. En nu omarm ik het, denk ik, ja, ik ben gewoon super sexy. Nee, dat niet. Maar ik ben gewoon tevreden met hoe ik eruit zie. En toen dacht ik... Dit moet ik delen, want meerdere mensen hebben dat. En ik heb ook weer een bepaald bereik waar ik mensen mee kan laten zien van... Wees tevreden met hoe je eruit ziet. Omarm jezelf en niemand is perfect uiteindelijk. Dus ja, spreek gewoon en schrijf uit je hart. Schrijf uit je hart als het echt is en verzin vooral niet. Ga niet nadenken van hoe kan ik veel mensen bereiken. Want je gaf het net al aan, als je op een gegeven moment echt gaat verkopen... Dan verkoop je ook het minst als dat de insteek is. Ja. De kracht van perfectie zit hem in imperfectie. Ja, mooi gezegd. Ja, toch? Ja, heel mooi. Dan gaan we daarmee afsluiten, man. Kijk. Jij bent voor mij een superheld. Dankjewel. Cool. Superman. Thanks. Yo, liefde hier zo.